Hoofdstuk 6, de differentiële rekeningen. Ons kyk na afdeling 6.4 en ons gaan die vergelijking van een raaklijn aan een curve bepaal. Die vraag is, bepaal die vergelijking van die raaklijn aan die curve y is gelijk aan 3x kwadraat by die punt 1,3. Nou dit help dikwijls om net een skets te maak van die situasie, net om dit te verstaan. Ons het hier een skets gemaakt op een rekenaar, wat dan sommer dadelijk die antwoord bygee. Die oranje is die parabool, daar is die punt 1,3 en daar wordt een raaklijn getrek en die rekenaar sê sy antwoord is y is gelijk aan 6x min 3. Maar in die examen moet ons nou in staat wees om dit sonder een rekenaar te doen. So kom ons gaan kyk, hoe gaan ons dit doen? Die vergelijking van een raaklijn is een reguitlijn. Ons gaan dus die formule y minus y1 is gelijk aan m x minus x1 gebruik. En ons het x1 en y1, maar ons het nie vir m nie. En dit is waar die differentiële rekeningen inkom. Wat jij moet weet, is dat m is diezelfde, omdat hier ingeskryf is as y, gaan ek sê dit is diezelfde as die y die x. Dit betekent dat m in hierdie geval, onthou ek gaan nou daar die differentieer. Die y die x 3 maal 2 is 6x. Maar 6x het nog een x in, 3x kwadraat is een parabool en sy helling verander natuurlijk die hele tyd. Ons stel belang in die helling by punt 1 waar x gelijk is aan 1. Dit beteken ek gaan in 6 se plekke 1 vervang, dan kry ek 6 maal 1 en dit gee natuurlijk net 6. En nou is ons reg om die vergelijking te kry. Dit gaan wees y min y1 wat y minus 3 is, is gelijk aan 6, dus die helling wat ons nou net uitgewerk het, x minus 1. En ons skryf dit net in standaard vorm. Dit geef ons y is gelijk aan 6x minus 6 plus 3. So y is gelijk aan 6x minus 3. Die vergelijking van die raaklijn aan die curve. En soos wat julle hier kan sien, was dit dieselfde antwoord as wat hier gekry is.